En dan ga ik hier naar boven toe. Ik ga ze achter me aan. Oh, tik. Au. Hé, ik word geslagen door iemand. Zonder spulletjes. Of twee man. En in ieder geval, ik hoop dat jullie genoten hebben van deze video. Ik hoop dat jullie doorhebben waarom ik ga stoppen met deze serie. En dat ik gewoon helemaal klaar mee ben. Kijkers van mijn kanaal, Phil Rotjoch. Welkom terug bij de nieuwe Minecraft Hunger Games. En laten we gaan beginnen. Vandaag is een speciale episode in de Hunger Games. Want ik ga je laten zien hoe het is om te spelen als mij, als YouTuber met Hunger Games. En waarom ik dus deze serie ga droppen. Want ik ben er helemaal klaar mee. Want let maar op. We gaan het zien, ja? We gaan elk potje, ga ik laten zien. Ik leef gemiddeld 20 seconden voordat ik dood ga. Want jullie kunnen als kijker het niet laten om mij te focussen. We gaan het zien. Let's go. 3, 2, 1. Ik ga gewoon serieus weer te spelen. Proberen te winnen. Kijken hoe lang ik het overleef, oké? Kijken hoe lang ik het overleef. Daar gaan we. Of ik überhaupt gefocust zou worden of niet. Oké, daar gaan we. Volgens mij kom ik gewoon weg. En dan ga ik proberen. Ja, oké. Ik ben weggekomen. Ik word niet gezien. Niemand focust me nog. Oké. Wat? Het is nieuw. Ik heb er gewoon uit de dingen gekomen. Maar, jongens, waarom ik deze video ga maken, inderdaad, op deze manier, is heel simpel. Ik ben met Hunger Games, als ik een leuke opname wil hebben, ben ik gewoon veel te lang bezig. Aangezien ik zo hard gefocust word. Het is gewoon niet normaal. Iets als deze gast. Ja, moet ik hier blij mee zijn dat je me een gratis skill geeft? Leuk man, speel gewoon voor jezelf. Of ik gefocust word, of ik krijg een gratis skill. Ze kunnen niet gewoon normaal doen. Het is, jullie kijkers, ja misschien ben jij dan net weer die ene kijker die niet zo is. Maar alle kijkers moeten mij focussen. Het moet, het zit gewoon in hun systeem. Ik zei het toch, er moet altijd één kijker achter me aanlopen om mij te killen. En het is gewoon scheidvervelend. Ik ben letterlijk 3 kwartier bezig met een Hunger Games opname, omdat ik gewoon 50 potjes moet joinen om een normaal potje te krijgen. Dat ik niet in de eerste 10 seconden doodga. En het heeft niks te maken. Misschien, oh, je bent slecht. Oh, je bent een zeikert. Nee, heel vaak niet. Maar meer gewoon van, joh, waarom focus je me meteen vanaf het begin? Of waarom geef je me een gratis skill? Waarom speel je dan überhaupt dit spel? Weet je, het is niet leuk. Het is niet leuk voor de kijker om te zien hoe ik bijvoorbeeld ook gratis skills krijg. Dat vind ik zelf ook niet leuk. En het spijt me dat deze video misschien een beetje een bozige video is. Maar het is dus een stukje van, ik denk dat ik de serie ga laten droppen. Omdat mensen gewoon niet normaal kunnen doen. Oh man, waarom heeft deze man een stone sword? Wat? Ja, helaas pindakaas. Volgende potje, laten we gaan. Kijk, ik word alweer geslagen in mijn gezicht de hele tijd. Oh, ze herkennen me, ze zien me. Ik ben benieuwd hoe lang ik dit ga overleven. Oké, jongens, we zitten in het tweede potje. Hopelijk ga ik dit weer langer kunnen overleven. Vorig potje kwam er gewoon een kijker achter me aan om me te helpen. Dus dat is chill. Helaas als ik doodga, die PvP-chappie die gewoon een stone sword had en ik niet. Daar baalde ik van. Maar goed, we gaan naar de volgende potje. Ik word herkend. Kijken hoe lang ik dit ga overleven. Dit wordt weer, in plaats van een spel te winnen, speel ik nu gewoon langer dan 5 minuten te kunnen overleven. Dus dat zou ik echt. Kijk, auw. Ja hoor, ik word gezien. Ik word geslagen. En dan gaat hij. Kijk eens aan. Loopt iemand achter me aan. Gewoon. Volledig. Dus die gast die in mijn gezin, ik zei het toch, in mijn gezicht sloeg. En we gewoon, weet je wat, ik lekker blijf staan. Hier. Wat is een Flow Games? Oh, kijk eens. Het was ook niet anders. Kijk. Oh, leuk man. Leuk Hunger Games. Leuk om het op te nemen. Ja, het is echt geweldig. Ja. Kijk. Ja, leuk. Oké, hier zat wat gebeurd. Kijk, dit gebeurt dus de hele tijd. Zo ben ik dus honderden potjes aan het opnemen. Tot ik een normaal potje heb. Ik kan niet eens één kist openen. Ik word nu alweer herkend. Deel, hoe is het? Hoe is het? We zullen het zien of mensen me gaan focussen. Daar gaan we. Laten we kijken hoe ver ik ga komen. Ik pak... Oh, kut. Ik zit niet eens in de kist. Maar oké, ik zit hierin. Daar gaan we, jongens. Oké, volgens mij zien ze hem niet. Volgens mij kom ik weg. Oké, jongens. We gaan een normaal potje krijgen. We gaan een normaal potje krijgen. Oh, nee. Kijk, er zit iemand achter me aan. Kijk wat er gebeurt als ik naar deze kant ga. Of hij met me meegaat. Ja, oké. Au. Oké, ik ga wegrennen gewoon. Weet je, er is geen reden. Hij heeft geen wapen. Hij heeft geen wapen. Weet je wel? Maar kijk wat er gebeurt. Achter me aan. Zie je? Oh, wat leuk. Lekker shift op en neer. Hoppakee. Ik raak hem gewoon niet kwijt. Met een fucking hand gaat hij me proberen te killen. Hier, ik geef je een zwaard. Oké, hier. Neem het. Neem al mijn spullen. Ga ervoor. Sla me dood, Slayer 14. Dit bedoel ik. Ik kan geen normaal potje opnemen. Ik stop met deze serie door dit soort gasten. Ik ben er helemaal klaar mee. Wat is dit voor onzin? Ik zei het toch? Ik kom hier gewoon nooit weg. Het kan gewoon niet. Het kan gewoon echt niet. Gaan we op naar het volgende potje. Oké, jongens, we zijn weer in het volgende potje aangekomen. Het gaat hartstikke goed. Ik bedoel, hè, we zijn nu al een paar potjes aan het spelen. Ik heb al gewoon, dit is mijn derde potje denk ik, vierde.
En elk potje is er wel iemand achter me aangegaan om me te killen of om me te helpen. Gewoon in ieder geval, ik kan niet eens normaal spelen. Wordt weer herkend. We gaan kijken hoe lang ik dit ga overleven. Dan gaan we weer. En de timer gaat weer lopen. Ik open de kistje. Ja hoor, daar gaan we. En we zijn weg. We zijn weg. Oh, het lagt wel een beetje de server. Maar we zullen zien hoe ver ik ga komen ditmaal. Ik begin gewoon lekker te rennen. Hopelijk kom ik weg. Dat zou ik super fijn vinden. Er lopen wel 4 man achter me aan. Oké, we zullen het zien. Ik ben weg. Volgens mij ga ik een normaal potje kunnen hebben. Maar ja, ik lag wel als de neten. Maar. Oké, eens even kijken. Wat gaat er gebeuren? Hier is gewoon 1 lege kist. Ja hoor. Kijk, iemand die me spullen geeft. Dat wil ik niet eens. Nou, iemand die me spullen geeft, word ik wel blij van. Maar het is niet iets wat leuk is. Oh, kijk, daar komen ze aan. Nou. Leuk. Gewoon iemand achter me aanrent. Het houdt in dat ik normaal gesproken moet wegrennen voor diegene waar je schrikt. Waar ik niet kan looten. Het is goed zo. Volgende. Alright, we gaan weer verder. Net iets leuks gekregen, maar toch weer iemand achter me aanrent. Dat houdt dus in dat ik niet in de kisten kan komen. Want ja, hè, is iemand achter je aan. Je weet nooit wat hij gaat doen. We gaan naar de volgende. Let's fucking go. Hopelijk ga ik deze kunnen winnen weer. Dan pakken we weer een keertje aan. Hopsakee. En rennen met die handel. Nou, deze map is niet echt een map waar je lekker gefocust wordt. Wegwees jij. Oké, nou, ik ben weg hier dan. Gelukkig, het is me gelukt. Oké, iemand die heet Bart. Het is een Nederlandse jongen dus. Oké, daar gaan we. Wat gaat Bart van me willen doen? Ik ga een rondje om het huis rennen. Kijken of hij achter me aangaat. Ja, oké. Hij gaat achter me aan. Zet de kist in de ding. Oké, ja, Bart, die gaat lekker achter mij aan. Kijk eens. Hup, gewoon totaal geen oog voor andere. Daar loopt iemand anders, hè, zonder gear. Kijk of hij hem gaat aanvallen. Nee, Bart gaat achter mij aan. Oké, Bart. Kijk eens aan. Loopt iemand anders? Die loopt achter mij. Wil je hem? Nee. Gaat hij achter mij aan of gaat hij achter mij? Ja, hij gaat achter mij aan. Zie je? Oh, leuk. 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 Zie je dat? Ik kom niet weg. Ik kom niet weg. We gaan het nog een keer proberen. Volgende potje. Dus gaan we weer. Volgende potje. Gaan we winnen dit keer misschien? Of ga ik weer een normaal potje krijgen? Ik doe het nu al 6 keer op rij. Geen normaal potje gehad, hè? Al 6 keer op rij. Dus dat betekent dat ik bijvoorbeeld al 6... keer een nieuwe game moeten joinen voor ik een normale opname kon doen. We gaan weer verder. We gaan kijken. Ik ben niet echt herkend. 1 persoon zei wel mijn naam, maar that's pretty much it. Oké, volgens mij gaat het er goed komen, jongens. Au. Volgens mij gaat het goed komen. Volgens mij ga ik nu kunnen ontsnappen. Ja! Ja! En deze map is wel vaker een normaal potje, moet ik zeggen. Er zat wel iemand achter me aan, maar ik denk dat hij niet voor mij gaat, toch? Nee, dat doet hij toch niet. Nee, joh. Majestic Wither, die loopt vanaf het begin al achter me aan. Nee, joh. Die gaan we echt niet focussen, denk ik. Denk het niet. Ik heb namelijk niks leuks voor hem. Ofwel soms. Oh wel, ik word gewoon gevolgd. Oh kijk, en dan gaat hij me slaan. Nou. Ja. Wat moet ik hier nou mee? Ik kan geen normaal potje spelen. Dankjewel voor je spullen die je me wil geven. Echt super bedankt, maar no thank you. Oké, zijn we weer. We zijn weer in het volgende potje aangekomen. En is er iemand naast me de hele tijd naar me toe te slaan achter elkaar? Misschien gaan we dit weer. Misschien word ik niet gefocust. Dat zou ik zo leuk vinden. We gaan het proberen. Misschien krijgen we een lekker potje. We gaan het proberen. Maar let's fucking do this. We spelen tenminste op Cthulhu Island. Cthulhu Island is best groot. Dus de kans is best wel klein dat ik hier gefocust ga worden. Dus dat is wel fijn. Ik ga wegkomen. Oké, die gast die me de hele tijd sloeg, die loopt nu achter me aan. Zie je dat? Die loopt nu achter me aan. Kijk wat hij gaat doen. Oké, nou, we gaan eens even kijken of het onlogisch is. Ik ga denk ik zo meteen hier proberen naar beneden te springen. Ik ga naar beneden springen. Kijk of hij me volgt. Kijk. Eens even kijken hoor. Ja, ik ga hier naar beneden. Zal hij me volgen? Zal hij me volgen? Ja hoor, daar komt hij. Ja. Hey. Alright jongens. Laatste keer dat ik het ga spelen. Kijken of mensen weer achter me aan gaan lopen. Of me gaan killen. Weet je, het is... mensen zeggen van... Ja, wat serious. Geef je gratis skills. Het is ook niet chill om gratis skills te krijgen, want ze gaan achter me aanrennen. Wat houdt het in? Ik raak in paniek, want hè? Er lopen mensen achter je aan. Gaan ze me killen? Of gaan ze je gift spullen geven? Dat weet ik niet. Dus ik kan nooit normaal een chest openen en normaal kijken. We gaan kijken hoe lang ik ga overleven, jongens. Auw, oké. Het gaat goed. Het gaat goed. Ik word niet gefocust. Ik word niet gezien. Ik kan gewoon als het goed is gewoon lekker wegkomen. Wacht. Tenzij nu deze jongen mij gaat volgen de hele tijd. Ik weet het niet. We zullen erachter komen of hij me gaat volgen. Er lopen 2 mannen achter mij. Ik weet niet of ze me gaan volgen. Ik ga linksaf. Kijk wat er gebeurt. Oké, ze gaan ook linksaf. Het zijn er niet 1. Het zijn er 2. Het zijn er 3. Het zijn 3 mannen die achter me aangaat. Oké. En dan ga ik hier naartoe. Zullen ze me volgen? We gaan het zien. Ik denk het wel.
Oké, nee, ik kom nog weg. Het gaat nog goed, jongens. Ik heb nog kans dat ze gewoon toevallig denken van... Nou, die jongen die wil gewoon gear verzamelen. Dat wil ik niet. Oké, ik ga lekker de mist in. Hopelijk zien ze me niet. Oké, daar gaan we. Ik ga hier linksaf. Gaan ze nog achter me aan? Ja, daar gaan ze nog achter me aan. Oké, zonder gear als. Ik ga niet kijken naar de kist, want dat is gewoon een kist, hè, hierdoor. Ik parcours hierop. Gaan ze achter me aan? Ja hoor, ze gaan achter me aan. Helemaal top. En dan ga ik hier naar boven toe. Gaan ze achter me aan? Au, tik. Au. Hey, ik word geslagen door iemand. Zonder spulletjes. Of twee man. Word ik gechased en gevolgd. Oh, wat leuk. En ik ga nu hier naartoe. Oh, ze gaan door met volgen. Kijk. Jongens, ik denk dat ik mijn punt wel bewezen heb. Ik kan gewoon niet eens normaal spelen, want... Ze gaan gewoon altijd achter me aan, ongeacht wat ik doe. Ik word er gewoon helemaal scheid ziek van. En zoals het gebeurt, dan krijg ik, ja, wacht tot je je kit krijgt. Ja, en dan gebeurt dit. Ze winnen niet eens, want ik geef ze wel damage. Maar ze vinden het belangrijker om achter me aan te lopen en mij te killen. Nou, mensen, in ieder geval, ik hoop dat jullie genoten hebben van deze video. Ik hoop dat jullie doorhebben waarom ik ga stoppen met deze serie. En dat ik gewoon helemaal klaar mee ben. Ik hoop dat jullie denken van, nou, je moet niet zo zeuren. Omdat je denkt van, nou, eigenlijk wel. Want het houdt dus in, zoals jullie zien, heb ik letterlijk potjes achter elkaar gespeeld. En in elk potje, gewoon letterlijk elk potje ben ik gefocust. Gewoon of door me te killen, of door me gewoon achter me aan te rennen waardoor ik een chest kan openen. Dus ik kan niet normaal spelen, dus ik vind het spel gewoon niet leuk. Hopelijk begrijpen jullie dat, want dat is eigenlijk de message van dit ding. Dat ik stop met deze serie door gewoon de motherfuckers die mij steeds volgen en chasen en mij gewoon focussen. Helaas, pindakaas, het is niet anders. Ik ga een andere serie zoeken voor dagelijks naast Skywars, want dit is gewoon niet leuk. Het was gewoon niet leuk. Het is gewoon zuur. Misschien ga ik elke dag wel een video maken dat ik alleen maar gechased word. Misschien vinden jullie het wel grappig. Laat me even weten. Doe lekker een blauw duimpje omhoog. Omdat ik een heel zielig jongetje ben. Die alleen maar gefocust wordt. Ik zie jullie graag in de volgende video. Mensen, ik wil jullie bedanken voor het kijken. Later de massa te zien. En laat YouTubers gewoon met rust. Niet gaan focussen, man. Dat is gewoon niet leuk. Peace.